ik heb er nog een beetje hier. En die gaan werken. 50-50. Italië is een hele lange land. Van noord tot zuid, ze maken verschillende structuur van pasta. In de noord, ze houdt van de zachte pasta. Dus ze gebruikt meer van de zacht. Meer in de zaal jullie prijzen. Meer, ze gebruiken alleen deze. Ik kom al de middag, dus 50-50. Dus zeg maar, die gaan ze samen mixeren. En ik ga jullie laten zien hoe mijn oma doet het. Ik heb door haar geleerd de verse pasta. Met die handje, ik heb één persoon, twee volle handjes. Dit is voor één persoon bloem. Eén, zeg maar twee. Zeg maar vier. Was het vier, hè? Of drie? Drie. Drie, hè? Dankjewel. Jullie luisteren goed, hè? En nou vier. Zeg maar, dat zijn voor vier eieren. Maar vandaag, ik moet met jullie doen, 8,5. Dus is de structuur van die eieren, maar een beetje water, dus het is lichter. De smaak van de pasta is een beetje lichter. Met mijn handje, ik maak als een vogelmond. En ik kom in de middag en ik maak een gaatje. En deze, we noemen de Fontana, La Fontana. Past weer een beetje als een vulkaan. Door die water en die eieren die ik doe erin. En dan heb ik twee soorten van eieren. Weet jullie wat de verschillen tussen de twee eieren, de witte en de bruin is? Kom van de kippentjes. Wit kippetje, bruine kippetje. Precies dezelfde in de bit van de eieren. Dus één eitje. Twee. En een beetje water. Hoeveel water? Zeg maar dat ik wil dezelfde kwantiteit van de eieren. Een ei is ongeveer 60-70 tot 90 gram. SMLXL eieren. Jullie zien dat in de winkel van de beertjes. En hier is bijna klaar. Oké. Heel hard kneden. En voilà. Nou, de pasta is net gemaakt en ik heb net geformeerd de gluten. Gluten is een soort van, zeg maar, vel linnetjes samen. Ringetjes. Net gemaakt, is heel sterk. Zo. Zoals ik ga pushen, kom terug. Als een slak. Als jullie aanraken, een slakje. Kom terug met die orentjes. En de pasta doet precies dezelfde. Als deze gaat rustig, zeg maar ongeveer 10 minuutjes, 15 minuutjes. Het is veel beter om te rollen. Maar het is onze babytje. Dus we gonna treat him really well. Het is een beetje zo. En rustig. Ik ga mijn handjes gaan maken. Ik kan het zo doen. Met de bloem. Zie je het? Oké, een beetje water. En ik ga voor jullie maken. Heerlijke saus. Alleen met extra virgin olijfolie. Nog een keertje. Voelen. Met je hand. Hier is heel dun. En hier is heel dik. Dus je moet meer. Ja. Maar beter, kijk eens. Beter deze zo. Je hebt meer power over dit. Ja. Zo. Is het goed nou? Wat denk je? Goed zo? Ja. Goed zo. En dan gaan we het spaghetti. Pasta hier. Eerst in de middag. Zo de pasta gaat niet bewegen. Daarna rollen. Heel hard, heel hard. Ja, komt goed. Super. Ja. Zie, de spaghetti komt hier. Nee, ja. Nog een beetje. Een klein beetje meer en we zijn klaar. Hoe oud ben jij? 10. Oké. Okay. Dus je zit op groep 7. Ja. Maak je ook verse pasta thuis? Voor iets anders? Ja, ik maak iets anders. En wat maak je iets anders? Voor iets anders?
hier het gerecht van Shanghai? Ah, beef Shanghai. Helemaal zelf. Oh wauw, ik heb het nooit gehoord. Misschien gaan we een eentje eten. En van eten begint heel lang geleden. Met mijn oma. Ik was alweer pasta maken. Ik was 3, 4 jaar oud. Dus de passie runt in mijn veins. Hoe zeg je dat in Nederland? Ja, in mijn bloed. Ja, precies, dankjewel. Nou, de smaak komt in de olie. Zie je het? In niet zo lang tijd, die gaat weg. Gooi je de knoflook. Hier, dit in het water, hoor. Komt niet goed. Zo, knoflook weg. Het is een beetje goud geworden, hè? Hier. Als jullie houden van knoflook in je mond hebben, de textuur, laat het. Ik ben niet zo gek van. En nou onze magic powder. De zoete peper. Het is iets niet zo ver weg van de Portugese product. Maar deze is meer zacht. Water. En de saus is klaar. Heel snel. Heel makkelijk. Alleen een beetje zout. Hoeveel zout? Ja, veel mensen dus. En de zout? De saus is klaar. Hier. Deze keer weg. Hoppakee. En we gaan beginnen met de pasta rollen. Weet jullie wat la scopetta is?